Ik ben nu in de Kanto-kamer. Hell yeah, dat is waar ik wil zijn. Oké, maar wat moet ik hier doen dan? We kunnen hier een ding in doen, een slate. Ah, kijk, we kunnen hier de shards uit de underground inruilen, denk ik, voor slates. Maar ik heb die shards blijkbaar nog niet. Yo, Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Shining Pearl video. We zijn hier bij Ramana's Park. Een plek voor een nieuw begin. We hebben de Elite Four al verslagen. We zijn Pokémon kampioen. En hier kan je komen door naar Sand Jam Town te gaan. En dan zo hieronder over dit water en door een klein stukje bos. Belangrijk is wel dat je de Pokédex hebt gecompleet. En dat betekent dat je 150 Pokémon allemaal in je Pokédex moet hebben. Je hoeft ze niet gevangen te hebben. Maar wij gaan even hier naartoe, even kijken wat er aan de hand is. Professor Oak is ook hier, want hij heeft ons de National Dex gegeven. En hij zegt, dit is Ramana's Park. Deze plek heeft een speciale connectie met alle regio's in de wereld. Bijvoorbeeld Kanto en Hoenn. En hij is ook geconnect met de Grand Underground. Als je daar naar beneden gaat, kan je ook nieuwe dingen vinden. Nieuwe ontdekkingen leiden tot nieuwe encounters. Encounters zijn dat je elkaar tegenkomt. Ik weet even niet één woord voor dat. Maar we moeten het onthouden. Oké, ook. Okidoki. Hij zegt, het is goed dat je hier naartoe bent gekomen om ons een bezoekje te brengen. En we krijgen de chain counter voor de Pokédex. En dat is handig als we gaan shiny hunten. Dat doen we op twitch.tv/Rickachu. Dus als je daarbij wil zijn, ga ook even daar naartoe. En volg me daar ook. En ook gaat naar Eterna City. Want hij wil ook de Sinnoh-regio bestuderen. Oké, man. Later. Leuk je gezien te hebben. Deze mevrouw zegt, ik kom helemaal hier naartoe om zeldzame Pokémon te zien. Maar dit is een beetje een vreemde plek. Ik raakte mijn gevoel voor tijd en space, ruimte kwijt. Blijkbaar zijn hier knijter zeldzame Pokémonies. Ik ben echt benieuwd. Laten we gewoon gaan. We gaan gewoon naar binnen. Ramana's Park, yo. Oké, het is wel nog leeg. Althans, het is hier buiten leeg. Ik ben heel benieuwd. Hier zullen wel allemaal steen-Pokémon zijn. Of connect dit de Grand Underground gewoon deze plek. Ik ben nu in de Kanto-kamer. Hell yeah, dat is waar ik wil zijn. Oké, maar wat moet ik hier doen dan? We kunnen hier een ding in doen. Een slate. Maar heb ik nog niet of zo? Dit is de Discovery Room. Dit heeft met de Regis te maken sowieso. Ja, die puntjes, dat heeft altijd met de Regis te maken. Ja, daar moeten we ook een slate in doen. Oké, ik ga eventjes kijken hoe ik aan die slates moet komen. Ik kan hier dingen kopen. Zoals pokeballs, antidotes, repels, dat soort dingen. Ja, maar en bij deze vrouw dan? Heeft deze geen slates? Ah, kijk, we kunnen hier de shards uit de underground inruilen, denk ik, voor slates. Maar ik heb die shards blijkbaar nog niet. Dan gaan we even met de Explorer Kit naar de Grand Underground. Oh, dit zijn ook allemaal trouwens hele nieuwe kamers blijkbaar. Hier ben ik allemaal nog niet geweest. Yo! Gloompie Loompie. Echt, als ik deze vang, dan wil ik hem eigenlijk gewoon Gloompie aannoemen. What up? Level 59. Yo. Oké, ik ben benieuwd of die gelijk kapot gaat door mijn Flame Wheel. Oké, dat wel, helaas. Nou ja, dan krijgen we maar lekker veel XP. Wisten jullie dat Pokémon in de Grand Underground moeilijker te vangen zijn dan ergens anders in de game? Yo, er zijn wel echt allemaal nieuwe Pokémon hier nu. Lickitung, die was er al wel. Kijk, dit gaat super chill. Mijn Pokémon levelen hier echt heel snel. Heel nice. Oké, wat we dus moeten doen is naar deze gouden plekjes toe. Zo, op A drukken. En dan hopelijk krijgen we van die Mysterious Shards. Hier zijn 4 dingen te vinden. Oh, kijk, hier gelijk al 2. Oh, wat een ziek idee. Oh, die heb ik volgens mij nog niet. Dus even, ik ben benieuwd wat dat is. Daar ligt niks. Ligt hier wat? Ja, hier ligt ook nog wat. Ja, cool. Volgens mij heb ik best wel goede dingen nu. Zou hier nog wat liggen? Nee. Zou hier ergens wat liggen? Ook niet. Waar ligt dat laatste ding? Ah, die hebben we dan niet. Oké. Maar wat hebben we wel? Oh, een revive. Oké, een watersteen. En natuurlijk zo'n pretty stone box. Voor een beeldje en een Metacross beeldje. Zo, maar ik ben nu echt zo hyped. Ik wil gewoon weten wat hier allemaal is. Want kijk, dat zijn allemaal Pokémon die ik nog niet ken. Tenminste, ik ken ze wel, maar ik heb ze nog niet eerder gezien. Venomoth zag ik, Tyroke. Rare candies kunnen we vinden. Lekker. Oké, maar we moeten even die shardjes vinden. Volgens mij is dit zo'n shard. Ja, ik denk dat we er nu één hebben. Ik ben benieuwd of dat dan zo'n grote is of een kleintje. Hoppakee, nog iets. Hier moeten 3 dingen liggen. Ja, hier ligt de derde. Hopelijk mogen we die nog pakken. Tak, tak, tak. Yes. Ah, dit is een Mysterious Shard S. Hier hebben we er dus nog 2 van nodig. Hey, volgens mij hebben we er hier weer 1 te pakken. Wat is dit trouwens? Lijkt wel een fossiel. Dat is een cool ding. Oké, ik ben benieuwd. Ah, gaat lekker. Oké, 1 Mysterious Shard S en een Damp Rock. En een Green Sphere. Damprock heb je helemaal niks aan. Tenzij je het wil laten regenen, dan wel. Ja, kijk, en hier hebben we er nog één. Nice, nice, nice. Dan kunnen we nu eigenlijk gaan kijken wat we ermee kunnen doen. Oké, mevrouw, ik heb mijn werk gedaan. Ik heb 3 Mysterious Shards. Mag ik alsjeblieft zo'n Discovery Slate?
Let's go! Ja, en dan wil ik eigenlijk naar die Kanto-grot. Was dat deze? Nee, dit was de Reggie-grot. Alleen ik ben een beetje bang. Ga ik daar Mewtwo vinden? Is dat wat het is? Is dit iets waar je legendary Pokémon kan vinden? Huh? Maar waarom kan ik deze er dan niet in doen? Moet ik nu de juiste zien te vinden dan of zo? Kijk, hier kan ik er wel één in doen, maar ik wil geen Reggie. Nee, ik wil geen Reggie. Ik wil wat anders doen. Wat hebben we nog meer? De Soul Room. Hier kan ik hem dus niet in doen. Dus blijkbaar heb je voor elk van deze kamers gewoon een andere sleet nodig of zo? Dit is de Stratospheric Room. Wow, ik weet niet wie hier komt. Het ziet er ook intens uit. Als ik deze kan doen, dan wil ik deze doen. Oké, ik ben benieuwd. Ah, nee! Ik moet die Reggies wel doen, denk ik. Heb jij wat te vertellen? You might be one of the powerful people attracted by the Ramana's roses. Oftewel, het zou kunnen dat jij een van die mensen bent die hier komt vanwege de rozen die hier groeien. Ik weet het niet hoor. Wat is dit dan? Dit ziet er ook wel uit als een mooi plekje. Tectonic Room. Oké, maar zit hier dan een vuur legendary of zo? Zouden we hier Moltres bijvoorbeeld kunnen vinden? Of Entei misschien? Ja, maar ik kan daar dus nog geen dingen in doen. Oké, duidelijk. Oké, nou dan gaan we toch hier maar eentje in doen. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. De Discovery Slate doen we hierin. En inderdaad, hij past. En nu begint er waarschijnlijk een porteltje te glimmen of zo. Oh. We zijn hier in pure space. Reggie Rock. Ik save mijn game even van tevoren. Want ik ben altijd bang dat als ik dan het verpest of zo, dat hij niet meer terugkomt. Zaza, zariza. Ja, dat vind ik ook, Reggie Rock. Oké. Reggie Rocky. Kom op, Donald. Wow, level 70. Nou, ik hoef denk ik niet bang te zijn dat ik hem in één klap kapot maak. Level 70, jongen. Hij gaat mijn team wipen, hè. Ik moet echt nog flink gaan trainen in de underground, denk ik. Hij doet nu lock-on. Dat kan later een probleem worden. Oké, Donald. Let's go. Geef hem maar nog een tikkie. Nog een waterpulsie. Oké. En nu, wat gaat hij nu doen? Superpower. Dit gaat waarschijnlijk pijn doen, hè. Oké, ik overleef het wel. En zijn attack gaat naar beneden. En zijn defense gaat naar beneden. Oké. Ultra ball. Let's go. Oké, dat ging snel fout. Hij gaat nu voor Zap Cannon. Oh, dat had hij gewoon al gelijk moeten doen. Ik ben geparalyzed alles, maar ik leef nog wel. Oh, Donald. Ik vind het wel weer zielig voor jou. Dat jij weer degene bent die klappen moet gaan vangen. Op de een of andere manier ben jij altijd de sigaar en de pineut tegelijk. Ja. Regirock heeft lichtelijk scheid aan mijn Ultra Bas. Die denkt, Ultra Bal. Wat is hier nou Ultra aan? Ik ga er gewoon uit. Oké, Simba, let's go. Totaal niet slim. Maar boeien, ik ben toch op die ultrabal-tactiek. Ja, ik heb geen moves waarmee ik ze kan laten slapen of paralyze of whatever. Dat is echt een beetje... Ik heb het mezelf lastig gemaakt daarmee. Maar in Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl kan je dus echt onwijs veel legendaries vangen. En in de ene versie kan je natuurlijk dan weer andere vangen dan in de andere versie. En Regirock heeft echt scheid. Die denkt echt van zoek het lekker uit. Mij ga je mij niet bellen. Oké, dit gaat hem worden, jongens. Dit gaat hem worden. Kijk maar. Hoppakee. 1, 2. Ik had echt hoop, hè? Misschien vinden jullie het leuk om te weten. Ik ben nu al 50 minuten deze video aan het opnemen. Waarvan minimaal een half uur tegen Regirock. Dus we zijn lekker aan het knippen. Hij wil gewoon echt niet. 1 hour later. Ja! Je zou dit maar proberen met een shiny. En dat hij dan op een gegeven moment zichzelf gaat slopen. Dan word je toch helemaal gek. Maar jongens, we hebben hem. En in de Pokédex staat zijn hele lichaam is gemaakt van steen. En als bepaalde stukjes eraf vallen, terwijl hij in een battle zit, dan stopt hij gewoon nieuwe stenen tegen zijn lichaam. En dan repareert hij zichzelf. Ik hoef hem geen nickname te geven. En hij hoeft ook niet in mijn party. Maar we hebben hem wel. Maar dit is dus wat je kan doen hier in Ramana's Park. Je kan dus die shards gaan fixen. Vervolgens kan je allerlei legendaries gaan vangen. Volgens mij zijn het zelfs 17 legendaries die je hier kan vangen. Dus super vet. Ik ga binnenkort even farmen naar die shards. En dan gaan we gewoon een keer veel meer legendaries vangen. Dat lijkt me leuk. Doe een duimpje omhoog als je dat wil zien. Laat dat ook even weten in de reactie. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Als je tenminste hebt geabonneerd. Als je dat niet gedaan hebt, dan weet ik dat. Dan moet je... Doe dat even. Gewoon doen. Het is gratis. Zet belletje aan. Tot de volgende. Mazzel!